die we gisteren binnen hebben gekregen, die mag vandaag voor het eerst in bad. Hij heeft net zijn eerste bad gehad, maar hij is nog niet helemaal waterdicht. Dat kun je goed zien omdat de veren toch wel nat zijn. Hij is verder een beetje mager, maar daarnaast mankeert hij eigenlijk maar weinig. Het is een volwassen dier, dat kun je heel mooi zien aan het verenkleed, maar ook aan de kleur van de snavel. En dit noemen ze het zomerkleed. Dus in de zomer zien ze er iets anders uit dan in de winter. Nou, op dit moment krijgt hij twee soorten vis te eten. En dat zijn de haren, een hele kleine daarvan, en dit noemen ze de spiering. Ook een klein visje. Nou, op dit moment is het belangrijkste dat hij goed eet, dat hij wat aan kan sterken en dat hij weer op gewicht komt. En daarnaast is het voor ons natuurlijk heel belangrijk om er ook voor te zorgen dat hij weer waterdicht wordt. Dus dat de veren een mooie nieuwe laag krijgen, waardoor hij goed op het water blijft blijven. En dat hij daarmee ook droog wordt. Nou, uiteindelijk hopen we hem dan natuurlijk ook terug te kunnen brengen naar zee.